De vergrijzing neemt toe, zo ook in Amstelveen. De groep 65-plussers neemt de komende 25 jaar met 37% meer toe dan de groep 20 tot 65-jarigen. Daarmee verandert de verhouding tussen ouderen en het werkende deel van de bevolking. De grijze druk zal van 33% tot bijna 45% stijgen. In deze serie kijken we naar hoe Amstelveen zich voorbereidt op de vergrijzing aan de hand van verschillende thema's. Met in deze aflevering dementie. Ieder uur komen in Nederland 5 mensen met dementie erbij. De impact van de ziekte is groot. Alledaagse dingen lijken voor patiënten ineens een hele opgave. Gelukkig komen er steeds meer producten op de markt die het leven met dementie gemakkelijker maken. Om kennis te kunnen maken met deze producten is in Amstelveen de allereerste Dementheek van Noord-Holland geopend. We hebben eerder een project gedraaid, Dementie Thuis heette dat. En daar was thuistechnologie een van de onderdelen. En toen merkten we eigenlijk dat mensen best bereid zijn om zo'n product te proberen. Alleen dat ze het heel erg lastig vonden van hoe kom ik daar dan aan, waar schaf ik het aan, wat kost dat en wat als het niet helpt. Toen hebben we ook al mensen gehad die inderdaad 2 of 3 producten uitprobeerden en dan bij het vierde dachten van hey, dat is het, dat werkt. Dat was dus de reden dat we dachten van nou, dan is het misschien heel handig dat we die mogelijkheid bieden hier. Om eerst het uit te proberen. Ietje de Groot begeleidt mensen met dementie en laat de greep uit de producten van de Dementheek zien. De bloempot. Nou, de bloempot, je kan er allerlei een agenda in zetten. Je kan er muziek op zetten. Jij kan ook zeggen van joh, heb je je pillen al genomen? En zo geprogrammeerd zijn dat hij een antwoord moet hebben. Als er dan steeds helemaal geen reactie komt, dan kan die ook zo geprogrammeerd zijn dat er iemand ergens een berichtje krijgt. Hij heeft wel oogjes die dan oplichten en zo, maar je wil niet een al te menselijk beeld neerzetten. En hij is ook waterproof gemaakt, want mensen gingen ook wel eens bloemetje water geven. Ja, logisch. De poes is de enige die we niet kunnen uitlenen, maar die hier wel kan kennis maken. En of je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. En ik vind het leuk. Dus kijk maar wat hij kan doen als je hem aanraakt. Hij kan ook echt spinnen, je kan hem op schoot nemen en dan gaat hij spinnen, dan trilt hij ook. Een heel rustgevend, prettig gevoel. Dit kan fijn zijn voor mensen die altijd een poes hebben gehad, maar die hem zelf niet meer kunnen verzorgen. Of ook niet iemand hebben in de buurt die de kattenbak kan legen, die eten kan geven, die alles kan verzorgen. Ja, dan kan dit een fijn gevoel oproepen. Dan komen we bij de geheugensteuntjes. Ik ben wel eens mijn sleutel kwijt. Ik heb hier, die hang ik aan mijn sleutel. Je ziet een blauwe kleur, hier heb ik een blauw knopje. En ik druk erop. Hij gaat tot ongeveer 3 kamers verderop. Voor elke kleur kun je iets anders verzinnen. Je portemonnee, je bril wordt onhandig. Maar want dan zit je met zo'n ding aan je bril. Maar je kan hem natuurlijk wel aan je brillenkoker vast plakken. Niet iedereen is even blij met de apparaten. Je kan bijvoorbeeld wel een tracker kopen waarmee je overal te traceren bent, maar het ook daadwerkelijk met je meenemen kan als een last ervaren worden. Heel veel mensen willen dat ding niet eens mee hebben. En dan gooien ze het weg. Dus ja ik vind het vooral voor de partners een uitkomst. Ja, je hebt natuurlijk 2 verschillende dingen. Mensen die alleen zijn en beginnen te dementeren. Daarvoor heb je dus dit soort apparaten. En de mensen die dus met een partner nog zijn, die partner is dan ongerust, waar gaat hij of zij naartoe? En dat is een ander soort apparaat. Het aantal mensen met dementie in Nederland is door de vergrijzing in de afgelopen jaren vervijfvoudigd. En zal de komende jaren verder stijgen. Ook in Amstelveen betekent dat de stijging van het aantal mensen met dementie. Binnen die zorg voor ouderen is dementie eigenlijk de meest voorkomende beperking die we zien. En dementie neemt toe in belang. We denken dat er nu zo'n tussen de 2.000 en de 3.000 bewoners van Amstelveen te maken hebben met dementie. Maar over 15 jaar zullen dat er 4.000 zijn. Dus we hebben veel meer ondersteuning bij dementie nodig. En daar moeten we veel meer aan doen. Die technologie is heel erg belangrijk. Maar net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker met dementie, is dat we mensen, ook als ze ziek zijn, niet als patiënt, maar altijd gewoon als mens blijven benaderen. Dat ze onderdeel blijven van de samenleving. Dat ze de dingen kunnen blijven doen waar ze energie van krijgen en die ze leuk vinden. En dat ze niet worden afgeschreven omdat ze een beetje vergeetachtig zijn geworden. En in wat we noemen
sociale aanpak Dementie van Amstelveen proberen we mensen met dementie veel meer ondersteuning te geven. Juist in die beginfase van dementie, in blijven doen wat ze leuk vinden als mens. Zorgen dat ze de deur uit blijven komen. Bezig kunnen zijn om van hun talenten gebruik te kunnen maken.